stream. Een beetje Eurotruck Simulator spelen. Altijd gezellig. Met onze grote vriend Rowan. Jojo. Knettergek, maar dat weet ze wel. Zal ik wel of niet een steenslagerschelm erop? Op de voorkant, op de vrachtwagen. Maar moet je zelf weten, denk ik. Ik heb er. Hoe noem je dat? Ja, ik heb van de Griffin heb ik een keer die ene maar zonder de naam erop gewoon chrome. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb hem puur gepakt omdat die niet in mijn zicht zit als ik aan het rijden ben en dat vind ik het fijn. Ja, dat was mijn probleem dus ook. Daar word je zo moe van, dan zit het in je zicht en dan. Ja, ik jammer dat het. Laat het gewoon weg, dat is niks van mij. Oké, nou even kijken, laatste bandje, helemaal zwet, mooi. Kijk, exclusief natuurlijk. Spoten of exclusief? Verder grill. Ja. Exclusief is wel vet, want ik heb een zwarte truc. Mijn rood, mijn blauw. Daar ga je. Ja, doe maar zo. Ja, dat kan alle kanten op gaan in principe. Ja, ik heb nou die exclusief gepakt. Die ziet er nog wel leuk uit. Die andere die is wat gespoten en dat is ook niet. Ja, ziet er ook niet mooi uit. Heb je geen logo, denk ik. Dan heb je geen grill. Ja, precies. Kijk, mijn is zo wat klaar ook. Ik heb hier nog iets wat ik aan kan passen. Lichtbalk of zwaailichten. Nou, dan doen we toch een lichtbalk. Ik hoop dat ik een keer een mod te kunnen vinden die ervoor zorgt dat ik een ledstrip erin heb. Snap wat ik bedoel? Ja, dat zijn die betaalde mods zijn dat. Ja, dus even een keer mijn Shogun overhalen. Ja, hij hebt misschien wel, anders binnenkort ga ik gewoon even zo'n packje halen. Dat maakt me erg geen ene rol uit. Weet je wat het is? Want dat is gewoon gaaf. Ja. Een beetje al van die ledstrip in het echte leven. Ja, dat ligt, ja. Even kijken. Deze ook exclusief. Lampen natuurlijk erop hebben, denk jij dan. Ja, nee, heb jij de server al gemaakt? Die staat al aan, Oh, ik probeer hem jou te joinen. Ik heb tijd. Och. Nee, wachtwoord is 1, 2, 3, toch? Ja, schudders wel. Dan zijn we helemaal erbij. Ja, ik ben erin. Hey, hey, waar ben jij? Ik ben nog in de truckgarage. Ik hoef alleen nog mijn interieur even snel te doen, dan ben ik klaar. Maar weet je nog zo waar die off-road wegen waren? Waar de laatste keer waren. De laatste keer, je bedoelt met... toen waren we volgens mij in Perlmont, toen waren we in Rusland. Ja, volgens mij ook. Dat was inderdaad voor mij, ja, Promos. Nou, jij in, wat is het, Zweden? Nee, Noorwegen. Jij bent bij Esbjerg? Ja, klopt, volgens mij wel. Even kijken, is daar een garage dat ik niet auto kan teleporteren of waar? Dat lijkt erop van wel. Even kijken dat ik niet ook kan fast travelen. Ja, ik moet daar sowieso nog even deze vrachtwagen eigen maken, zeg maar. Ja, dat moet je wel doen dan, hè? Ja, tuurlijk. Kijk. Net zoals we werken. Oké, ik heb mijn brandstoftanker. Ga ik nu snel reizen naar jou? Maar deze is ook al een mooie omgeving, hoor. Volledig altijd wel, hè? Ja, klopt. Alleen ik heb mijn settings teruggezet van ultra naar high. Omdat ik natuurlijk ook de streamen en zo. Duidelijk. Nou gaan we het krijgen, want mijn stuur die wordt niet gepakt door het spel. Gaan we dit weer krijgen? Toetsen Logitech, hoppakee. Settings zijn nog allemaal zoals ze horen. Oké. Toetsen en knoppen. Start-stopmotor, ja, alles ziet er wel goed uit. Oké, gaan we eens kijken dat mijn stuur het wel doet. Zo, wel met een voice feedback waar je u tegen zegt. Oh, motor stond uit. Oh,
Ik heb hier nog een hoop trucs of garages waar ik helemaal niemand in heb zitten. Dat is handig. Ja, even kijken, ik moet nou nog schakelen van automatisch aftrekken, gloeiend. Even kijken, eenvoudig automatisch, H-shifter, ja ja. Remsterkte mag wel iets omlaag, want straks trapte ik mijn rem en vloog die vrachtwagenbrand voorover. ik trapte mijn rem en ik was even singleplayer aan het rijden en ik daar trap op mijn rem, want ik lette niet op. En dan neem ik die vrachtwagen helemaal op twee voorbanden, jongen. Ja, die trailer de lichting, de gaat niet goed. Niet helemaal de nee, nee. Ja, dat ging niet goed. Even kijken, mijn graphics staan allemaal op ultra, altijd leuk. Ja, bij mij normaal ook, maar momenteel even. Ik kan wel even mijn ogen heel sterk omlaag zetten van het sturen. Even twee chauffeurtjes bij je, ben ik goed om te gaan. Even transporteren naar jou. Ik ga wel even mijn vrachtwagen aanpassen, want er zit een versnellingsbak op met volgens mij 16 versnellingen. Oh, je hebt ook die tanker gekocht of niet? Ja, die heb ik. Ik heb gewoon een tankertje gekocht en aangepast zodat die op mijn trailer past en mooi erbij zit. Dan moet hij nog even snel vatten. Maar dat is zo gebeurd. Daar valt niet veel aan te passen. Ja, hij valt een beetje weg voor je. Ik zei, die valt niet veel aan te aanpassen. Aan doen. Stipt zo klaar. Even kijken, zo en dan als het goed is, ja, even mijn ruitenwisseltje dan. Even kijken, trailers. Het brandstoftank had je. Die van Kroon en van Swasmuller zijn echt beperkt. Maar je bent wel in een mooi stuk van de map. Ja, ik moet terugspannen. Even kijken. Brandstoftank had je? Ja, oh jij bent nou in Amsterdam. ja, daarom ik kom zo terug. Ik heb onderaan. Ik was richting jou aan het rijden, maar dan ga ik hier parkeren op de parkeerplaats. Dat is goed. Even kijken, mapje weg. Hoppakee. Het is voor mij lekker aan het gieten. Oh, gezellig. Ja. Nou, ik sta bij de garage waar jij zo meteen heen spant. Dat is goed. Sta ik op jou te wachten. Mooi zo. Vind ik leuk. Dan zal ik wel eens kijken dat ik vanuit hier een lading kan krijgen naar een leuke locatie. Dat is goed, joh. Even kijken, ik moet eerst even naar Jim parkeren natuurlijk. Moet ook gebeuren. Oké, dat wel. Lang geleden de truck spelen weer. Jongens. Ja, snap ik. Eén keer, 3 weken geleden van mij. Ongeveer. Ik vroeg me af waar je was. Ik was vooral veel met andere spellen bezig. Ik heb Farming gespeeld al met jou een paar keer. Ik heb Train Simulator Classic gekocht, maar die bleek niet te zijn wat op de video's waren van Steam. Dus ik denk, maar heel gauw weer gerefund. Ja, probleem ken ik. Ja, dat is eigenlijk zo jammer vind ik dat. Dan zie je zo'n spel, zie je allemaal van die mooie video's. Dan denk je van ja, dit is hem. Dit gaat leuker worden en dan koop je hem. Dan spendeer je geld eraan en denk je, ja, nou ga ik even een partijtje, een paar uur lol hebben eraan. En dan laat je dat spel in en dan denk je echt van, wat heb ik nou weer gekocht? Ja. Als je niet snel bent, dan heb ik het nog. Ja, maar ja, ik ga nou die andere dan kopen, die Simrail, wat ik net tegen jou zei. Mm-hmm. En dan, zodra mijn geld er binnenkomt, dan ga ik die Train Sim World 3 kopen. Die is dan voor singleplayer alleen, maar ja, dat maakt ook weer niet uit. Is ook wel leuk. Oh, hey, waar in dat SQR of zoiets waar we nu zijn, zijn er geen ladingen voor deze vracht, voor deze trailer? Spawn is naar Kiel. Kiel. Ja, in Kiel heb ik wel naar Kalmar in Zweden. Maar ik kan Spawn sowieso even naar Kiel om mijn trailer op te pikken. Maar zeg maar, wil je naar Litouwen of wil je naar Zweden? Was kilometer afstand. Litouwen is 1300 en Kalmar in Zweden is 718 kilometer. Doe maar gewoon die verlaging van 700. Die is goed, dan ga ik even. Oh ja, die verloopt over 2 uur. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst even daarheen teleporteren.
Dan kijken dat ik hem daar eentje kan vinden, want die vervalt zo meteen. Is goed, ja. Nou, daar is het. Vat ik even van tussen de trailer die... Is goed. Opengemaakt, hier. En het is nog steeds aan het regenen hier, dat vloeiend. Ah, voor mij niet in het spel. Voor mij buiten is het droog hier, met echt, maar in dat spel blijft het maar gieten. Ik ga mijn kleurcoloratie echt lachen, ja, het zou best wel. Kijk, Kalmar heb ik nog steeds, welke heb ik nog meer? Ik heb er ook eentje naar Polen van 900 kilometer, dat is ook wel leuk. Ja, doe maar, doe maar. Nog eentje naar Polen van 912, 911 en 816. Dat is ongeveer. En dan kennen we, ja, we kunnen naar Warschau gaan, we kunnen naar Olzistin en Katowice. Doe maar nou Warschau. Maar die andere die zijn alle 200 kilometer meer, die betalen dan echt weer 10.000 meer. Ja, dan hebben we diesel, diesel is die andere twee en dan Warschau is benzine. Weet je wat we doen, dan pakken we die naar Olistien, want dat is één lange route en als het goed is, is dat wel een hele mooie weg. Goed, goed. GPS. Ja, ik heb nou, ga ik de lading ophalen. Niet lachen, lachen. Nou, ja, maar deze voorbij. Ik moet naar links en dan de links erin bij Prost nog wel. Ah, nou op zich ziet het wel geinig uit. Ja, lachen het toch op zich. Alleen die velgen vind ik niks. Jij houdt niet van die koa's. Nee, ik vind dat extreem veel chroom op de banden niet mooi. Kijk, een beetje chroom kan natuurlijk wel. Maar heel veel is dan weer niet mooi. Ik vind het wel. Ik moet de volgende moeten we naar links, deze. Ik vind het wel leuk om de combinatie. Ik doe dat op de grote wegen, dus ik heb veel topview. Met jou de vrije camera in principe. Ik kan door je heen rijden. Als je 2 seconden wacht, dan kan je via het multiplayer menu kan je mijn lading kopiëren. Ja, zo kan. Ja, ik heb alles damage en bepaalde zorgen zo uitstaan. Ja, dat merkte ik al. In z'n 2, in z'n 3, op een bouwterrein kan gewoon op bochtboer. Oké. Okay. Dan moet ik nog een bocht gaan maken, jongens. Waar je u tegen zegt. Oh, ik kan hem al aannemen. Kan je hem al overnemen? Mooi. Eigen vrachtwagen en trailer. Ja. Hey, Maximilian CODM. You can join us if you want to. Ja. Ja, search for TDJ. Same as usual. We don't play with pro mods now. We are in Kiel. So fire up. We have to. Oh wait, you cannot. No, you cannot join us. You don't have the skins. Oh yeah, that's true. 1.46, but you don't have our VTC skins. We use that as mods. Heb jij de lading ook al? Ik heb de lading al, ja. Meer dan 20 keer, want ik was stom door de. Ja, wat dat kan. 2 seconden. Wat gemakkelijk, ik ga rijden eruit en naar links en dan ga ik op de stoep staan, denk. Of ik word aangereden, kan ook. Hoppakee. Rechts aanhouden, hoppakee, bochtje door.
Ah, mooi stoepje hier. Ik heb nou zoiets van, ja, ik ga niet nog een keer alles laden. We blijven bezig. Nee, dat is niet deze hier te... Ik zie mijn laatste zijn. Kom op. Amateur, amateur hier vandaag. Amateur. Speel hem jou, hè? Bedankt, hè? Jongen, je weet toch, goed, je helm, hè? Ja, kan niet wachten. Bijna april, hè? Wel. Oh, eind april van mijn boot. Van mijn boot weer het water in. Ga ik wel lekker naar Brabant. Je zou me nog steeds een keer de rest sturen, ja, nou joh, makkelijk te vinden en door naast het politiebureau. Ja, of in een politiebureau. Nee. Nee, dan wordt het huis van bewaring, denk ik. Ja, denk ik ook. Ja, dat is geen huis. Ja, ik kan nog wel wat over staan. Hoppakee. Wil jij voorop rijden? Ja, maar dat vind ik al een rij omdat ik iets aan deze was. Ja, hij zegt, je kan geen mods gebruiken, want dan crasht de game. No, the game will not crash. Maybe you're using too much mods. I mean, 85 mods on a PC is much. Hou Shogun, je hebt er meer dan 100. Ja, ik denk dat dat niet zozeer, hij heeft zijn settings niet allemaal op ultra staan. Ja, dat scheelt dus. Ja. Ja, dat kan ook wel, die mensen mij ook een beetje rijden op de stream, dat is ook wel komisch. Thanks for letting me know. Even snel tanken. Ja, dat is echt heel. Deze vrachtwagen heeft nog een beetje benzine nodig. Hij zal gewoon tegenstelde richting even erin, jammer man. Ja, maar eens even laten weten. Volgens dingen ben ik aan het echo. Zal ik eens even kijken voor jou? Even kijken. Ik ga even jouw stream opzoeken. Wat dan? Ik moet naar. Zal ik eens even kijken of jij opnieuw. Ik moet naar Olszitzingen, Polen. Ja, ja, maar bij jou geeft hij aan in de convoybrowser. Bij mij geeft hij een vinkje, maar ik zie niks op mijn map. Heb jij wel je lading gepakt? Oh, ik kijk in de convoy browser en als je dan bij jouw naam kijkt, heb je een uitroepteken en daarop staat als ik lees, je hebt al een opdracht, je moet eerst deze opdracht afbreken om een nieuwe aan te nemen. Doe jij dan maar, ik hou het heel aan. Ja, lekker bezig. Goed begin van de dag, hè. Wacht even. Ik hoor jou niet echo op jouw stream. Wat even te luisteren. Hoor je mij wel zonnek? Doe eens even achter elkaar en we worden brabbel of zo, dan kan ik het horen. Knap.
gewoon daar niet uit op jouw stream. Wat heb geluisterd? Hoor je mij wel naar beneden? Hoor jou zachtjes. Heel zachtjes. Heel zachtjes. Ja, ik hoor mij harder dan jou. Hoor je me van? Ik had ook altijd, daarom ik stopte mee tijdelijk. Ik ga weer beginnen zodra ik een andere PC heb. Ja, snap ik. Als Guus moet het nou beter zijn. Ik moet sowieso een beter en beter voor naar wat die headset is. Ik wil gewoon meer fucking vader van je het. Nou echo je. Ja? Nou echo je, ja. Nou hoor ik het. Nog steeds zachtjes, wel iets harder, maar nou echo je. Nu? Ik praat achter elkaar. Hallo. Hallo. Oh ja. Nou echo je, ja. Nou hoor ik het. Nog steeds zachtjes, wel iets harder, maar nou echo je. Nog steeds echo. Hele lichte echo, het is niet heel erg storend ofzo, je versta jou wel, maar... Ja, het is gewoon special effect. Ja, precies, ja. Maar ik ga die stream weer zo doen. Dan horen ze ons de hele tijd 500 keer dubbel, daar worden ze ook gek van, denk. Ja, zou je denken. Nee, weet wel zeker. Kijk, waar is die fucking... Ik dacht dat het dood liep. Nee, ik kan gewoon helemaal eromheen rijden, joh. Van achterkant weer laden elke keer. Dit snap ik ook niet. Ik had er straks ook een Scania gemaakt. En dan heb je natuurlijk met Scania, heb je natuurlijk met je toerenteller, heb je de blauwe streep en die rode. Ja, ja. Nou, dan ging het er niet over die blauwe streep en nu gaat hij wel over die blauwe streep heen. Apart spel. Ja. Die logica af en toe is echt onrealistisch. Ja, kleine bugs soms, daar word je wel wat moe van, ja. Maar ja, het is nog steeds, en blijft nog steeds, een van de betere simulaties. Ja, ik heb van de week ook weer gelachen. Zo. Ik was bij mijn oma en die had een nieuwe telefoon nodig, want de oude, die had zo'n Samsung Galaxy nog wat, zo'n ronde zijkantje, zo'n oude. Yeah. Met zo'n rechthoekige knop onderin. Mm-hmm. Ah, die was niet meer zo heel goed, die batterij ging leeg en die was echt opgeblazen, gewoon op. Ja, maar ja, die vrouw die moet elke week naar Rotterdam, naar het ziekenhuis, want die heeft weer kanker. Oef. En de laatste keer had ze geen telefoon, dus moest ze bij de balie bellen. Nou, daar kan ik niet tegen. Dus ik kom aanzetten met zo'n Samsung A52S 5G, nieuwe. Mijn oude telefoon, ik zeg hier Roman, ik zeg kom, simkaart van erin geduwd. Ik zeg hier, sowieso werkt die, hier zijn de nummers. De mensen zeggen, maar heb je, ze zeggen hoeveel kost die? Ze zeggen, dat maakt toch niet uit, ze zeggen hoeveel kost die? Helemaal boos, maar ik zeg 800. Ja, wat moet je ervoor hebben? Ik heb 800 tot de bank. Ik zeg, weet je wat je doet? Ik zeg, geef me lekker 15'tjes, dan vind ik het goed. Ja, snap ik. Ik zeg, dan kan ik op de terugweg naar huis, even langs de snackbar. Kijk, ik ben het net tegen mijn achterhoofd aan. En je moet niet zoveel vet eten. Ik zei, ja. Weet je wie ze zijn, hè? Ja, maar als ik daar logeer, dan is het weer van, gaan we sperrips bestellen. Ja. Zijn oma. Ja. Nou, heb je die rode stoplicht meegenomen? Jawel, ik niet. Ja, want anders stond jij al over de weg, want ik zag je bij mijn spiegel. Ja, maar anders zit hier, gaat mijn toetsenbord niet op. Ook leuk. Ja, ja. Ja, mijn toetsenbord reageert op het spel. Ja, dat is wel lekker, ja. Goed te krijgen, te blauw. Tank, team vol lopen. Ik zit er wel aan te denken om daar een cameraatje op te richten. Dat moet je eigenlijk doen als je zo'n stuur haalt wat ik heb, zo'n G29 of zo. Dat vinden mensen helemaal mooi. 350 ballen. Nee, 250 voor het sturen en de pedalen. En €50 los voor de schakelpeuk. Ja, ik had er eentje zien met een 550. Ja, ik heb 6 en dan onder de 6e versnelling moet je hem omlaag duwen. En dan in de 6e versnelling trekken en dan heb je achteruit. Oh. In principe gewoon een auto versnelling, maar het werkt.
Ik ben nog aan het kijken naar een echte vrachtwagenversnellingsbak, maar je vindt er heel weinig die echt goed zijn. Dat is dan weer jammer de banaan. Ja, ja, precies. Nee, ik sta bij de tankshow waar we net waren, sta ik te wachten bij de keer voor me schieten. Turn left. Ja, kijk, 780 voor 800 liter. Ja, weet je, alleen maar goed. Het wel lukken. Ja, ik wou gelukkig dat je erbij bent. Dan kom je aan, toch? Ja, ja. Achter die auto, ja. Oké, mooi. Ik grap ik hem voor achter die auto. Hoppa. De lampen zal er staan staan. Weet ik het, moet je even wachten. Ik zie geen lampen, maar ik rijd best ver voor, ja. Toen ik eruit zie, ga ik waarschijnlijk deze binnenkort even mijn rijbewijs halen weer. Opnieuw. Gloeiend. Ja, joh, ik krijg heel snel van, lang leven erom, maakt mij niet uit. Geld heb ik wel ervoor, dat maakt niet uit. En dan, ik heb je wel gezien, joh. Echt dom van mij, maar ga het maar weer halen, want ik wil het hebben. Een Amerikaanse auto, zo'n Plymouth Roadrunner W8 pickblock. In principe is het dezelfde auto bijna als die van de Fast and the Furious, die zwarte. Mm-hmm. Alleen dan zonder die motor uit de motorkap. Heel mooi ding. En gek genoeg gaan ze maar voor 10.000 in Nederland. Ja, dat zou niet zo goed zijn. Ja, dat maakt mij niet uit, ik moet er gewoon eentje hebben. Ja. Dan ga ik er zo eentje halen. Daar ga ik er echt niks aan doen. Ja, ik ga de katalysator eruit halen dat hij echt een monstergeluid maakt en dat is het. Ja, dat is toch wel terugvriend. Ja. Ja, nou, mijn vriendin die wil zo'n, ik denk dat jij die auto's wel kent, zo'n Volkswagen T2. Ja, ja. Ah, zo eentje wil ze hebben. Ik zeg, alles leuk, lief en aardig. Ik zeg, maar dan moeten we toch echt gaan sparen, want die dingen die gaan echt voor een gewoon een ontiegelijke, belachelijke prijs. Ja, die ding is eigenlijk leuk, dat wel. Ja, dat is een mooi ding. Ik kom ze ook niet heel snel tegen. De meeste staan allemaal in de showroom, of die staan allemaal in een museum of iets. Even remmen. Hoppakee. Ja, daar, ik wil eerst eigenlijk weer een Honda gaan halen, maar ik weet hoe ik ben. Binnen no time schiet dat ding weer over de 1000 pk heen, hè, dus dat ga ik moeilijk doen. Je viel weg, wat zei je? Ik hoorde tot aan de kans. Ik zei de kans en de focus, dus station. Aha. Veel fijner voor jou. Ja, ik ga zo'n Volkswagen V70 halen. We hebben in principe een gigantische kofferbak. Ja, klopt. En 5 zits, dus dat is wel lekker. Ik kan gewoon een subwoofer in gooien voor muziekie. Leuke boxen. Dan kan ik gewoon lekker genieten. En dan als ik die Amerikaanse auto koop, dan kan mijn vrienden daarin blijven rijden. En als ik dan kinderen krijg, dan heb ik genoeg ruimte in de kofferbak voor de kinderwagen. Ja, ja. Ja, ik heb hier een eco-sponsor staan, dus je blijft de hele tijd een beetje wegvallen, jij. Ja, mijn microfoon is kut. Nou, was je helemaal aan het stotteren, en daar stond ik geen ene bal van. Wacht even. Is goed. Ik denk dat mijn koptelefoon is. Ik denk dat er gewoon een kabel kapot is, want ik hoor je een paar woorden zeggen en dan val je weg en dan kom je weer terug. Ja, ik ga ook mijn eigen telefoon even weer aan zitten. Nou hoorde ik hem tot morgen.
Mooi, hè? Ik zei, ik ga morgen losse... Weer tot morgen. Godverdomme. En nou? Had hij ervoor passen? Ja, denk ik wel. Ah, lichtelijk. Ja, sorry. Het is meer uit die rijstrijks. Ja, daar ga ik nou wel op voor. Beetje al minder, elkaar snelheid even 80. Ja, weet je wat is, die Volvo's, die hebben een 2,4 liter diesel motorblokje erin, dus die als je die intrapt, dan gaan ze ook wel, maar ja. Die auto's zijn ook zulke oude auto's, ze zijn gewoon één bonk staal, dus gewoon een tank. Ja. Ja, wegenbelasting kost dat wel natuurlijk weer waar je denkt van, nou, dat vind ik weer zonde. Maar ja, ik heb liever een auto waar ik een beetje meer voor betaal die veilig is. Voor als ik van mijn vriendin erin rijd en ik krijg kinderen. Dan dat ik een auto heb die niks kost en als er een ongeluk komt dat de autootje opgevouwen is. Ja, dat is zo moet je van alles dan plastic. Je hebt letterlijk het frame en de motor, dat is voor staal en voor de rest is alles gewoon plastic. Ja, of aluminium. Klopt. Ja, morgen gaan we staan ze ervoor. Weer tot morgen. Elke keer hoor ik maar, ja, morgen. En dat is het. Microfoon losstaan staat. Morgen. Oh, los de microfoon die morgen halen. Nee, heb ik oh, op die manier. Maar dat is een Omni direct. Die neemt elk geluid uit die je kan horen. Ah. Dus mijn vrienden is nou bijvoorbeeld de veer kijken. En jij kan letterlijk alsof je er langs staat. Ah. Dat is niet ideaal met een stream. Ja, precies, ja. Dat gaat zo wat anders om te zoeken kijken en knikken. Ik heb net even wat geld nog op mijn Steam account gezet, dus als we straks klaar zijn met Eurotruck, dan ga ik even lekker dat Sims wel spelen. Treintje. Ah, ik wil het wel even uitproberen. Ja, als het weer niks is, dan ben ik gewoon heel makkelijk. Dan doe ik gewoon weer een refund en dan zoek ik wel weer wat anders. Ik bedoel, ja, je zult wel weg hoor, maar ik bedoel Bus Simulator 2021. Ja. Oké, ja. Die heb je geprobeerd of gekocht? Nee, die heb je via andere manieren. Ik snap wel. Ik verstond er niks van. Via. Ik hoorde alleen via andere en daarna hoorde ik niks en daarna snap wel. Manieren. Ah. Maar tot nu toe vind ik het eigenlijk wel tegen. Ja, we kunnen wel even kijken, of, ja, ik heb vanavond wel even mijn inloggegevens doorsturen, dan kan je gewoon al die spellen over downloaden, alleen dan moet je even een appie, even op Discord of stuur mijn nummer even doornaaien. Even een appie sturen als je een van die spellen speelt, want als jij mijn spel speelt, dan kan ik dat spel niet spelen. Ah, je kan ook jouw library en een familie toevoegen, zeg maar. Live wat, hè? Ik doe straks een type. Ja, dit, ja. Nou, dan kan jij gewoon, ja, weet ik het, ik heb Toen is Bus Simulator 2021. Farming heb jij ook al. Ik heb Amerikaan Truck Simulator en heel veel mods erop. En op deze heb ik alles. Dus ik kan gewoon alles een beetje overdownloaden. Dat is ook wel leuk voor je streams. Ja, dat heb ik wel. Kijk, en nou sta ik hier wel helemaal cijfer. Nee, de microfoon. Ik leer de headset voor jou. Die koptelefoon van mij is 12 jaar oud. Ja, daar heb je het. Daar heb je het al, ja. Het is een beetje eerste generatie. Dat is wel een goeie, ware goeie. Ja, voor 12 jaar of jou, die best wel zo. Ja, nou ik heb nou deze 130 euro Logitech. Wil je lachen? Mm-hmm. Die vorige headset van mij die had een draad, die Logitech. Gewoon, het was niet draadloos, er zat een draad aan. Ja. Die hadden mijn katten doorgebeten. Deze is draadloos, maar je kan er ook een draad in doen en in je PC. Dat draadje lag los op mijn bureau. Van de week werd ik 's ochtends wakker door allemaal geluid van een touwtje die over tegenaan klapt met een stukje aluminium eraan. Ik loop mijn woonkamer in en ja hoor, die kat had weer één stukje ervan doorgebeten. Ik kan hier al aan hier.
zijn ze goed. Ja, maar die ene van mij die is nou eigenlijk nog groter geworden. Die zwarte overhangt die foto in Discord had gezet. Die is nog groter nou. Echt een monster. Ik was, even kijken. Ah, het is nou kwart over negen. Nou, zeggen. Rond een uurtje of vier was ik even ook zijn riempje omgaan. Ging ik even buiten een rondje lopen. Maar er liep er een vrouw met drie chihuahua's. En mijn kat die loopt die bocht door. Want ik had een heel lang touwtje aan gehangen zitten. Dat ik gewoon alle kant op ken. En die komt die bocht doorlopen. En al die drie chihuahuas die begonnen te piepen. Want de schrik. Die vrouw die keek me aan. Zegt, wat heb jij nou voor beest? Ik zeg, dat is gewoon een kat hoor. Rustig aan hoor. Ik ga binnenkort ga ik nog twee katten halen. Ik heb nu twee halve Maine Coons en ik wil twee volle Maine Coons hebben. Ja, deze kosten per stuk 100 euro omdat het halfbloedjes zijn. Maar ik wil een volle, ik wil twee volle Maine Coons hebben, vind ik mooi. Want het lijkt, die worden echt heel groot. Plus, het lijken gewoon op kleine leeuwen gewoon in principe. Super mooi. Ik heb toch gewoon een Maine Coons. Ja, die kun je ook kopen, maar die zijn dan weer heel dun en heel sluw. Ja, wel groot, maar dun. Grote ruimte ruimte. Ja, dat maakt niet heel veel uit, want ik ga binnenkort verhuizen en dan ga ik aan mijn muren. Ga ik gewoon van die plankjes doen met tapijt en dan zo'n hokje dat ze gewoon rondjes kunnen rennen en klimmen. Ja, zo'n klimmen. Ja, daar kwam mijn vriendin ermee, die zag dat op TikTok. Ik zeg, ja, dat is goed joh, dat ga ik maken, geen probleem. Ik vind het niet erg, weet je, ik maak het wel. Ik vind die katten hartstikke leuk. Ik was nooit een kattenmens, totdat ik mijn vriendin wat kreeg. Toen kwam in één keer van, nou ja, we moeten een kat halen. Dat was goed, ik moet een groot hebben. Nou, toen kwamen die Maine Coons, sindsdien is dat, ja, katten leuk. Ja, ik had voor twee katten. Mooi. Die waren net zo groot als zijn achterpoot op mijn been lagen. Ja, dat is mooi, hè. Lage gezicht, lage nek. Ja, die zwarte kat van mij nou, want die andere die ik heb, die blijft nog steeds heel klein, maar ja, ze zijn nog maar 9 maanden. Ah, maar die zwarte, die is echt gigantisch, die is gewoon meer dan een meter lang. Wat zei je, volgens mij 13 weken ben ik zo vanaf te wachten. Wat zei je? Vanaf de 13 weken ben ik zo weggewerkt. Ja, maar mijne, ik had deze wat later opgehaald, want die vrouw had er nog maar 4. Waarvan deze twee er ook waren, want niemand wou ze hebben. Die zwarte die hebben een soort kooklijntje op zijn neus. Dat vond ik hartstikke geniaal. Ik denk, ja, die moet ik hebben. Kijk, en die andere was heel erg klein. File. Ja. Ik ben op de linkerbaan helemaal. Ik ben aan het optrekken. Zet hem zat een beetje achter je. Ja. Dus ja, toen ik die katten ophaalde, die vrouw die zei ook, ja, niemand die wil ze hebben. Dus ik vond het wonder dat je een berichtje stuurde op Facebook dat je, dat je twee katten wou. Ah, ik wil deze definitief in huis. Ja, weet je wat ik bekijk? Katten die meestal niet gekozen worden, zijn meestal de liefste en de leukste. Met honden en katten. En ik had weer gelijk. Want ik heb twee katten, die zijn psychisch niet goed in de bovenkamer. Want als ik naar bed ga, dan komt er eentje tussen mijn voeten leggen en de ander gaat naast me leggen met zijn hoofd tot kussen dat hij mens is. En dat is die zwarte, die gaat met zijn hoofd op mijn kussen leggen. En ik heb van die kleine kussentjes op de bank, weet je wel, die vierkant kleintjes. Die pakt hij dan met zijn bek vast, die trekt hij plat op de bank en dan gaat hij met zijn hoofd opleggen, omdat hij geslaapt, die gek. Ja, mooi. Ja, en dan kan ze ook echt overal mee heen. Ja, die kleine die vindt het buiten niet heel geweldig, maar die grote die vindt het helemaal geweldig om mee naar buiten te gaan. Ik heb het al een keertje geflikt, al ik hem mee naar de winkel genomen. Nou, ik kreeg hele gekke koppen, want ik was rondje aan het lopen die dag. En mijn vriendin die zei, ga even melk halen in de winkel, we hebben geen melk meer. Ja, is goed, joh. Dus ik had die kat in mijn capuchon gedaan van mijn grote zwarte jas. Maar die kat is helemaal zwart, met witte poten en een witte buik en een wit streepje op zijn neus. Voor de rest is die echt pikzwart. Wat gebeurt er nou? Ik loop de winkel in zonder na te denken dat ik die kat nog helemaal capuchon heb. Heel de winkel door, niemand die zei het of van niemand die zag dat beestje. Sta ik bij de kassa, staat er een klein meisje achter me. Oh, mooi poesje. Ik denk, oh ja, die kat, kleren. Die manager naar me toe, hij zegt, eigenlijk mag het niet. Hij zegt, maar ik vind het wel heel erg komisch, dus ik laat het deze keer gaan. Hij zegt, maar ik kan wel even uit je capuchon halen en vaststaan. Toen tilde ik hem uit mijn capuchon en toen schrokken ze allemaal dat hij zo groot was. Dat moet wel leuk zijn. Dat zijn ze voor.
Ja, en toen deed ik zijn riem losmaken en toen zette ik hem op de grond. En toen bleef hij naast me lopen, liever door het winkelcentrum heen. En iedereen kijken, zo, die is groot, zo, een foto maken. Echt zo komisch vond ik het. Ik ga ook een keer met mijn kat naar de winkel. Iedereen die maakt meteen weer een foto ervan. Het mooie is, dat beestje heeft helemaal geen chip en hij heeft ook geen riempje om zijn nek met een huisadres, want hij durft toch niet bij mij uit de buurt. Want als we ergens zijn en ik loop weg van hem, dan weet hij niet hoe snel dat hij achter me aan moet rennen en hoe snel dat hij met mijn rug omhoog moet klimmen op mijn schouder te zitten. Ja, dat is wel fijn straks. Ik weet niet wat het is met die katten, maar ik deed altijd, in het begin deed ik mijn raam dicht houden. Maar ik deed al toch op een gegeven moment, ik gooi mijn ramen zo, kijken of ze naar buiten rennen en weg proberen te gaan. En gewoon een domme gok toch, ik denk rennen wel achteraan toch als ze weggaan. En ze gingen bij het raam zitten en het was aan het regenen. En die kat die springt naar buiten en die sprong naar binnen en die, sindsdien durven ze niet meer. Ze zijn bang voor de regen, maar ze vinden het wel lekker om in de douche te gaan zitten. Ja, zo gek is dat. Ze zijn doodsbang voor koud regenwater. Maar als je dan de douche aanzet met een beetje lauw water, dan gaan ze eronder leggen dat ze het geweldig vinden. Gizmo, die vindt dat niet zo. Ja, die kleinste kat van mij die vindt het ook niet heel geweldig. Maar die grote van mij, die elke kans dat hij heeft om de douche in te gaan, daar rent hij. Maar die vindt het helemaal geweldig. En als je dan zijn vacht voelt, is echt zo zacht, gewoon echt pluizig zacht, gewoon echt geweldig. Elke keer als ik naar de huisarts, dierenarts ga, die zegt ook, hoe krijg je het voor elkaar om zijn vacht zo zacht te houden? En dan zeg ik ook, ja, ga gewoon mee de douche in. En dan vertel je altijd, ja. Ja, maar ja, als mijn vriendin gaat douchen, gaat hij ook mee. En die gebruikt een conditioner voor haar dat zacht is. Dus dat gaat ook over hem heen. Dus hij heeft lekker zacht haar natuurlijk. Want ja, als je rechtop gaat staan, je weet hoe de honden getraind worden met de kop onder je benen door naar voren te gaan. Zo gaat hij ook leggen onder je. Dus zijn kop blijft uit het water, maar heel zijn lijf, voor de rest, komt de zeep op en de shampoos en alles. En dat vindt hij helemaal geweldig, die gek. Want als je dan klaar bent met douchen, dan kun je eerst nog die kat af gaan spoelen, helemaal. En al het zeep van hem afspoelen en afdrogen, voordat je klaar bent. Wat zei je? Zij stuurt straks maar een foto van hoe hij er nou uitziet. Hoe dat hij er nu uitziet, ja, dat doe ik wel. Hij legt nou hier achter me, legt hij lang uitgestrekt met zijn kop op de krabhaal. Ja, ik heb de krabhaal achter mijn gamestoel staan. Legt hij met zijn kop aan mijn kant, legt hij een beetje mee te kijken met één oog. Luilak. Dat is echt een luie kat. En die hebben die foto's zien van lava. Nog even een keertje. Heb je die foto's zien van lava? Van die hond? Van die hond? Ja, een mooi beestje. Ja, leuk dingetje wel, dat is een kleintje nog. Echt leuk. Ja, twee of zo. Ja, daar leek het toch van wel, ja, dat zag ik ook op die foto's. Leek op twee. Wel leuk. Ik wil zo'n typisch helikopter. Ja. Hoppa. Mijn schat is wel. Ja. Kunnen we nog een beetje bij jou, hè? Ja, hoor. Ik zit maar in zijn vierde versnelling. Nee, gewoon 4. Ja, ik in de 14. Hey, mijn vrachtwagentje wil niet over de 90. Nee, niet Satan. Maar die heb je aangezet in de server. Ja, ja. Gewoon even voor de Nee, dan is het goed. Ik dacht dat we wel naar de settings gek was, joh. Houd het makkelijk bij toch, als jij niet harder dan 90 kan, kan ik je bij jou hoor. Ik heb mijn 6 versnelling in die vrachtwagen, dus dat is best wel fel. Ankes, goed. Lekker dit. Kijk, hey, tweede versnelling. Hoppa. Mooie licht in je cabine heb je nou, hè? Ja, jongen, ik zit even de achteruit te kijken. Ja, ik heb veel lampjes op de voorkant. Ik heb geen, ik heb niet van die flitslampjes. Ik heb gewoon, die staan er voor aan. Ik heb niet aan, als het eerst Ik schat dat verlicht in de lucht. We gaan wel even langs de weg stoppen hier, dan. Maar alles even alle twee aan, want ik heb ze ook niet aan. Dan zie ik nou in één keer. Dat is kut, want
Ja, 4, 3, ja, hier ook. 1, 2, die en die. 1, 2 en 3 is groot. Ja, nou kan allemaal mooie lampjes aanstaan. Even kijken. Ik had ook niet eens mijn koplamp aanstaan. Ja, als je nou in je spiegel kijkt, zie je al die lampjes op mijn voorkant. Jongen, je lijkt op mij. Ah, nee, leuk toch? Ik heb mijn gewoon recht aan staan. Ja, zal ik er even naar gelijk licht? Maar ja, dit is voor mij Volvo. Volvo heeft niet die grote lampen, die lumen. Ja, dan moet je helemaal zo'n bar op je dak zetten ervoor per se. Zo'n hele tijd. Waarom maar weer? Ik was er wel. Ja, maar ik zag ze zelfs even kijken. Kijk, maar altijd. Ook zo'n koeien van de voorkant. Ja, ik heb nou zo'n kleine en heb ik twee toeters erop zitten. Ja. Ik ga echt eens kijken welk meertal de noodschool is. Dan ga ik bij jou shot slaan. Ik was mat, weet je wel. Ja, dat is wel leuk, hè. We doen vanavond nog wel even kijken, anders morgen dat jij gewoon van mij over kan downloaden. Hè? Als het goed is, moet je wel DLC's kunnen overdownloaden. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar ja, dan kan je ook gewoon al die tuning packs overdownloaden van mij. Ja, als je op je account bij mij één keer inlogt. Zeg maar. En jouw toegang aan mijn library. Ja, dan moeten we zo'n familieding is dat op Steam. Ja, dan kan ik, als jij niet aan het spelen bent. Kom jouw games op mijn library staan, dus waar jij speelt, krijg ik een melding van hey, bla bla bla, is online gekomen. Dan kun je dus gewoon spelen spelen. Ja, maar waarschijnlijk ga ik de aankomende dagen alleen met die treinspel spelen, dus kun je alles gebruiken als het goed is. Ja, daarom moet ik eventueel even kijken wat ik meer mogelijk is met die spelen. Dat maakt er wel even een gevoeltje voor. Ja. Dat is wel vet voor streamen. Ja, dan kan je ook gewoon andere spellen doen die ik heb. Ja, ik zeg, vinden die mensen vinden het leuk, dan kan je het gewoon blijven doen. Want binnenkort ga ik weer een nieuwe Steam account maken. En dan gebruik ik dit account alleen nog voor die treinspellen en zo, die farming. Dan moet je gewoon alle DLC's van dit spel kunnen blijven gebruiken. Nee, ja, ik vind het wel jammer dat ik niet echt bepaald veel groei verrast. Ik speel ook een beetje voor de fun vanavond, dus ja. Kijk, ja. Als mensen kijken, ja, altijd leuk mee natuurlijk. Nee, ja, ik kan ook zo'n ring lighten, ook en alles voor jou, ik kan de webcam ook nog goed komen voor rust. Doe allemaal 250. Ja. Ik had eerst een andere layout, maar ja, ik vind deze layout veel te relaxer kijken op de stream. Ja, precies. Hij moet altijd een beetje draaien. Soms heb je even een tijdje dat je denkt van ja, dit is lekker. Maar net als mij, ik heb nou een 55 inch tv. Die gaat weer vervangen worden voor een kleine scherm. Een 55 inch, een ultrawide monitortje. Dat ik weer genoeg heb met een groot scherm, vind ik weer te veel. Dus ik wil weer wel kleiner. Zo blijf je altijd bewegen. Ja, ja, ik bedoel, ik ben ready to turn right. Toen die tijd, toen had ik wel nog mijn streams aan voor de rij. Ja, toen kon ik nog niet op loos met 10 FPS. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Hij integreerde de VGA-bocht. Ja, ha. Toen kreeg ik een WC's in mijn schatje. Kon ik een kop overkopen en nou heb ik die stap geïntegreerd. Nou kan ja, dat is wel lekker, ja. Ik ben van een 6,8 core gegaan. Ah, nee. Die heb ik overgekocht van 4400. En 1050 Ti GTX. Dat is wel lekker. Ja, ik heb nou alleen maar een zo'n GeForce RTX 1650 Super erin zitten. Ja, ik heb eens een 660 Ti erin zitten. Die oude cel. Ja, dat is ook wel lekker, ja. Ja, dat is nog een heel antieke, dat is 12 fouten ook aan. Dat is
Ja, ik heb dan zo'n Founders editie erin zitten, daarom is het een super. Ja, die doet al het werk, die krijgt gewoon voor elkaar om elk spel die ik speel op Ultra te spelen, gek genoeg. Vraag me niet hoe, maar het blijft werk. Ja, maar ik snap wel met zoals High on Life of zo. Ik kon er bijna niet spelen. En nu kan ik ook nog medium tot high spelen. Ja, dat is wel lekker, ja. Ja, zodra ik mijn andere PC ga doen, dan ga ik gewoon ga ik gek doen. Ja, maar dat is nou ook, hè. Dan ben ik aan het livestreamen. Ik heb het trucje over staan. En deze op high. En ik draai nou op gemiddeld gemiddeld. Het is wel 40 FPS. Ik weet eigenlijk niet hoeveel FPS ik op het moment pak. Ik heb geen ene lijk, niks. En alles is op ultra, dus. Ja, ja. Ik kan Steam staan, hoor. Ja, dat is wel, ja. Ja, voorlopig ga ik deze PC niks meer aan doen. Alleen nog spelletjes mee spelen. En dan gaat het binnenkort ga ik eventjes lekker bouwen. Geef je groot geluid gelijk. Ja, ik heb zitten twijfelen of om zo'n 4090 graphics card erin te doen, videokaart. Ah, toen zag ik een keer die 3080 Ti, nou, die was ook wel goed van GeForce, GTX of iets was het. Toen dacht ik, nou weet je, die kan er ook gewoon lekker in. En die is net iets goedkoper en die is in principe ook nog wel goed. Nou, ben je nou een 4090 hebt of een 3090? Maakt in principe vrij weinig uit voor wat wij. Ja, precies, ja, want ik ga ook al een SSD 2 terabyte erin en dan gaat er al een heel aardig gek moederbord in van 400, zo'n ROG, ja. Trix. Dan gaat die liquid cooled zijn met allemaal RGB en dan die liquid cooling gaat dan cyaan gekleurd blauw zijn. Dan helemaal wit voor de rest, heel de case alles, dus dat wordt wel dik. Ja, dat is wel een challenge. Dan hoef ik ook denk ik niks anders. Ik denk als ik dan, zodra dat die componenten een beetje echt gaan doen, dan doe ik gewoon een beetje upgraden hier en daar en dan is het goed, joh. Ja, maar dat is voor mij ook, hè. Dit is voor mij nou een basis waarop ik verder kan bouwen. Je viel er helemaal weg. Ik heb echt kabelbreuk. Ja. Ik zei hier op deze PC ook, die kan ik zelf bouwen, snap je? Ik heb gehoord tot op deze. PC. Deze PC. Bouwen. Ja. Eventueel upgraden. Ja, dat is wel lekker. Ja, gewoon in deeltjes. Ja, dat was ik eerst van plan met deze. Maar het probleem waar ik mee zit, dit is zo'n zo'n mid-tower als het ware, zo'n kleine. Ja. Niet heel erg, want voor wat die presteert op het moment is het best heel goed. Ja, er is niet heel veel ruimte om een full ATX moederbord in te gooien met een 850 watt stroomcomponent. Dus dan ga je al snel met ruimte zitten. Ja, en ik wil natuurlijk wel dat ik gewoon een positieve lucht toevoer erin heb, dat koude lucht in kan en dat de warme lucht er ook snel weer uit kan, want als ik hier ook in ga bouwen, dan gaat hij overfitten, linksom of rechtsom. Ja, sowieso. En dan ga ik waarschijnlijk met moederbord gaan kijken dat ik het, dan moet ik even kijken, want ik ken als het goed is, uit mijn hoofd kan er een AM4 CPU op. Dus ga kijken of ik de gekste CPU kan vinden met een AM4 connectie en dan gooi ik die erin. Dus dat kan of 200 euro kosten of 600. Ja, maar je hebt al aardig leuke processors voor weinig geld, hoor. Ja, ik heb nou een Ryzen 5 en dan 5000 erin zitten. Weet ik niet helemaal zeker, ik ga dat even opzoeken. Dat is 6 keer mijn processor. Zal ik het even opzoeken voor de gein? Kijk, Safari, want hij staat gewoon op Media Markt, want daar heb ik hem van aangetrokken. HP, Pavilion. En dan. Ja. En dan de Gaming TG01-2816MD. Hey joh, mijn chauffeur is te veel geld. Oh, ik heb de AMD Ryzen 5600G processor, werkgeheugen 8 GB,
opslag 1 terabyte plus 556 gigabyte. Met een Nvidia GeForce GTX 1650 Super. Wist ik niet. Ik heb een RAM-type DDR4. Ja, daar. De snelheid is 3200 MHz. Wat heb ik nog meer? Even kijken. Ik heb een SSD-opslag en een HD-opslag. Nog meer details. Het main moederbord is een AMD Promontory B550A. Nooit van gehoord. Ik heb Bluetooth erop zitten, aansluitingen, bla. Ik heb wifi 5 erin zitten ook. En dan modeljaar is 2021. Introductiedatum 2021 10-6. En dan nou hier, ik heb afmetingen. 15,54 centimeter bij 33,74 centimeter bij 30,70 centimeter. Niet heel groot. Dan heb je geen midtouwen. Een kleine denk ik zelfs. Een kleine, ja. Ja. Mijn is... Ik heb een midtouwen. Bij mij valt er wel past een full RTX bot in. Ik ik heb het gehoord tot de val. Bij mij past er volledig een RTX-moederbord in. Zou je weet niet, past er een ATX-full moederbord in of een medium? Full. Oh, dan heb je gewoon een grote kast met zo'n... Is die voor jou zeker heel breed? Nee, dat valt wel mee. Alleen bij mij, zoals de voeding en zo, die valt wel onder een kamp en zo. Net zoals je tegenwoordig op TikTok heel veel ziet. Ja, ik heb zo'n NZXT behuizing gezien. Die ga ik halen. Die heb aan de voorkant zo'n glas en aan de zijkant. En aan, bij de linker zijkant zit er dan ook geen tussenpaaltje tussen. Dus het is vloeiend glas gewoon. Dat is heel mooi. Ja, dat is mooi. Kijk, ik zal jou daar mijn kist laten staan. Ik heb een witte kist. Alleen aan de voorkant heb ik net als een bliksemschicht. Zeg maar. Je kan allerlei kleuren zetten, maar ik heb expres niet voor glaas gekozen. In verband met dat de jongste vindt de lampjes anders ook. Even een dingetje ertussen houden, even de ventilator slopen van papa. Hij heeft het bijvoorbeeld met mijn oude kast. Die had geen zijpaneel. Op een gegeven moment vond ik een stukken brood in, een autootje, blokken. Dat vind ik te knap dat hij het nog doet en nog deed daarna dan. Ja. Nou, ik heb hier drie van die Skyliners staan. Van die pupkes. En eentje ervan is een swap, die kun je de kaart raken met magneten. Op een gegeven moment, ik zou nog eens doen. Dan had hij dus degene met die magneetkant. Die zat hij over mijn kast heen te halen. Dus ik had echt zoiets van, nee, dat als die normale schijfkantje bij mijn wil. Bij de leeuwmaat. Die moet je op mij weten. En nadat hij over je zijkant van je kast heen is gaan, dat die pisser nog werkt. Ja, dus ik had echt zoiets van. Nee jongen, gaan we niet doen. En nog wel op school, op de basisschool, hadden we een magneet gevonden. En er zaten problemen en op zo'n schoolcomputer zat op Roblox. En ik had die magneet en een maatje van mij zat in zo'n potje, daar had je Roblox een Call of Duty versie van in dat spel. En dan was ik aan het winnen en ik pak die magneet en die zet en ik boven op die computer. Heel die computer die ging gek doen. Ja, snap eens, als je dat magneet als je al schijf trekt, dan heb je niks meer mee. Ja, we hadden heel veel van die magneetjes gevonden, maar dat waren allemaal van die sterke ook. Ja, wij gooien al die magneten over die PC en heel die PC die kapte ermee. Ja, snap. Ik ben meteen ingeleverd, de juffrouw die was boos. Wist ook meteen weer, thuis niet bij de game PC's een magneet in de buurt houden. Ja, wij dachten, ja, stop maar de school PC, dus lopen we die maar in plaats van onze eigen PC's. Nou, mijn kleinste broertje, die heb ik ook een keertje geflikt, want ik had magneten voor bij het vissen, maar dat was zo'n, ik had echt zo'n plaat ook voor magneetvissen. Voor als ik ergens aan het vissen was en ik een fiets pakte ik vast met mijn haakje ofzo als ik aan het vissen was. Ja, kon ik even de fiets eruit trekken. Ik had in een keer een magneet op mijn PlayStation 4 gedaan. Oh. Hij deed het wel nog, hè? Maar heb je een keer een gamer gehad? Hij stond aan en ik was aan het gamen, maar ja,
Hij zat ervoor en ik zag niet wat hij doen was. En de hele tijd schoot hij het beeld weg en ik kwam in één keer weer terug. En dan ging hij altijd ook, ik denk, ja, kijk zo, wat zou die tv wel zijn, toch? En tenminste dat ik opstond, was hij altijd met die dingen aan het schrijven en aan het kijken naar de tv, want ik vond het helemaal geweldig. En heel die PlayStation naar de kleren daarna, hè? Ja, dat is snap. Ja, dat is absoluut niet goed. Ja, dus ik heb de PlayStation opgepakt, ik zo in de kliko gegooid en kom weer naar de winkel voor een nieuwe. Maar dat is met... Ja, en als die kleinste, die is nou 9, en als hij dan naar mij toe komt nu, dan is het eerste wat hij doet, dan drukt hij gewoon mijn pc aan, hij weet het wachtwoord. Dan gaat hij gewoon meteen het eerste spel die hij ziet, start hij op. Meestal is het Euro Truck of American Truck Simulator. En dan weet hij precies dat hij het spel moet starten, en dan gaat hij gewoon een vrachtwagentje rondrijden. Hij weet nog niet dat hij een lading moet pakken, maar dan gaat hij gewoon rijden. Dan weet hij de regels te volgen, maar hij flikkert elke keer om echt 20 auto's aan te rijden. Die jongste, maar die is maar 19 maanden aan. Ik hoor het tot de jongste. Die is nou 19 maanden. Ah, leuk. En, maar die vindt wel geweldig. Ja, mooi, dat is leuk natuurlijk. Het is het mooiste eerste wat hij doet is mijn pc aanzetten. Bij de controle geven. Van, ik wil spelen. Ah, dat gaat ook een gamer worden. Laat hij voor jou denken. Ik weet het zeker, ja. Dan wordt dat wel veel live. Ja, dat is leuk, joh. Of ah, joh, nou, mijn vriendin die is ook gameslaven, die vindt ook echt gamen geweldig, en ik ook natuurlijk. Als mijn schoonmoeder dan langskomt, want mijn eigen moeder die komt echt bijna nooit langs, het is verboden om bij mij binnen te komen. Nou ja, schoonmoeder die komt hier wel vaak langs. Ze komt gewoon in één keer aanzetten, want ze is pas geregeld gestopt met te werken, want ze is er klaar mee. Ze zegt, ik heb genoeg geld, zat ermee. Dus dan komt ze langs uit de niets, dus van ja, kom even lekker gezellig bij jou zitten. En dan zit ik gewoon te gamen, zeg je zoekt lekker uit, te veel leg waar. En dan begint ze elke keer over het gamen. Dan zegt ze, jullie doen echt veel gamen, hè? Ik zeg, ja. En dan zegt ze, ja, maar als je nou kinderen krijgt, ik zeg ja, en dan? Ze zegt, als je de andere reis hebt, dan wat ga je dan doen met die extra kamer? Ik zeg, een gamekamer bouwen. Ja, wat denk jij dan? Ik zeg, en als je dan een kleine hebt, ik zeg, nou, als ik een kleine heb, ik zeg, dan heb ik ook een andere kamer waar de kleine in kan slapen. Ze zegt, ja, maar ga je dan elke dag zitten gamen? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ik zeg, als ik mijn dochter een kind krijg, die wordt ook gameverslaafd, hoor. Die dochter is gameverslaafd en ik ook. Ik zeg, die gaat gewoon gamen. Laat die meteen een game doen. Schoonmoeder in de lach, die zei meteen van, ja nou, als die gaat gamen net als jullie doet, dan kan hij stoer doen tegen zijn vriendjes dat hij een hele game room hebt. Ja, dat is één ding wat zeker is, dan kan hij echt stoer doen met de apparatuur wat hij mee kan spelen. Ja, maar ik heb daar nou ook, weet je wel, mijn game op de kamer. Dat vind ik dan heel mooi, weet je wat het is? Ja, je hebt dat ook wel gehad, denk ik, met jouw ouders. Iedereen zijn ouders, die was allemaal van de oudere tijd, want tegenwoordig is het natuurlijk elektronica, dat het echt heel wat is. Vroeger was dat allemaal niet, dus iedereen is allemaal van, hé, je moet niet achter die computer zitten, je moet gaan werken, je gaat naar buiten, ga met je vriendje voetballen. Ja, dan moet ik uitleggen, nee maar, want iedereen zit te gamen. Dus ja, dan vind ik het gewoon mooi als ik tegen mijn kind kan zeggen van, als hij zegt van, pa, ik ga gamen, want de jongens die zijn ook online, of die meiden zijn ook online, als de meid is. Ik ga gamen, die kamer uit. Dan ga ik alleen maar zeggen, ik ga de PlayStation pakken, ik ga naar de woonkamer. Veel plezier. Ja. Dat meen ik echt. Ik heb gewoon heel veel plezier. Nodig al je vriendjes en vriendinnetjes uit, zolang ze niks kapot maken, leven jullie uit. Ja, maar ik heb daar nou ook, weet je wel, mijn gamertag. Ik heb alleen verstaan tot ik heb. Ik heb voor mijn gamertag. Heb je nou wel gehoord? Tot aan gamertag. Ja, ja. Als ik stop met gamen. Ik ben gelijk dood, maar dan, wordt dat mijn dream gamertag. Gewoon alles wat ik kennis heb, weet je wel, dat ga ik gewoon doorgeven. Ik stond alleen maar tot alles wat ik heb. Nou, alles wat jij hebt, ga naar de kennis. Dat gaat naar hem toe. Nou, dat is wel leuk. Ook het programmeren, het hacken, weet je wel. Dat is wel leuk, ja. Ja, ik heb daar met mijn vriendin afgesproken, dat we gaan gewoon een game gaan bouwen in het andere huis. En die ga ik echt over de top, ultiem maximaal doen. Ik wil wel een uitleggen. Ja, dat komt wel goed. Ik ga wel een keer die kant op. Er komt er gewoon een gamebank in, er komt er gewoon een kleine hoekbank in met een tv van 55 inch. PlayStation, Xbox en Nintendo Switch erop aangesloten. Twee gaming setters met een pc, zeker. Een race en dan daarnaast nog zo'n simulatie frame met een stoel van met die motion rig en dan nog een tv ervoor. Ja. Ik ga echt helemaal uit mijn dak dan. Heb je die van TikTok gezien? Die hun stoel zelf hebben gebouwd? Ik stond tot heb je die. Op TikTok. Die gozer gezien.
die zijn eigen stoel heeft. Van Oxidoxy. Dat kan wel, die hebben van oude auto onderdelen stoelen. Van oude? Van oude auto onderdelen stoelen. Van oude kartonnen? Nee, stoelen. Stoelen. Auto onderdelen. Nee, dat heb ik niet gezien. Ik zal wel een keer zoeken. Ja, ik heb het dan een beetje overgenomen van wat ik op TikTok heb gezien naar Insta. Er is er eentje die heet Oxidoxy TV. En je hebt er op het plafond allemaal van dat wol van waar je in een kussen hebt zitten, ja, dat witte stel. En dan met ledstrips eronder, dat ga ik dan ook doen. Dat is gaaf, ja. Maar ik ga dan ook weer aan de zijkanten op mijn muren ga ik dan weer helemaal vol plakken met van die zwarte geluidsdempingschermen. Wel een paar streepjes ertussen en tussen die streepjes die gaatjes ga ik dan allemaal ledstripjes doen. En ik kijk er echt zo'n sfeerkamer van maken, gewoon heel mooi. Dan kan je gewoon lekker met die bank kan je dan gewoon een film kijken met echt heel zweetje erbij. Ja. Ga ik alles op elkaar aansluiten. Als je dan film gaat kijken, dat alle kleuren gewoon met alle lampen gek gaan doen. Dus ja, je bent een mooi film aan het kijken en ze gaan schieten, dan gaat het allemaal flikkeren en gewoon helemaal mooi maken. En daar heb ik dus met mijn toetsenbord. Kan ik dus ook eens instaan allemaal, dat alle lampen ja, dat is leuk. Alleen ik heb die lampen niet. Zijn haast ja, ik ga het helemaal doen gewoon. Mijn vriendin weet het ook, ik heb al tegen haar gezegd, luister, als we het andere huis hebben, dan de eerste twee maanden, dan moeten we even met jouw loon eventjes de maandelijkse kosten betalen aan het eten. Ik zeg, dan ga ik even weer werken. Ik zeg, dan gaan we in twee maanden tijd, gaan we even zoveel apparatuur kopen, dan gaan we het gewoon echt even bouwen. Go straight on. Dan ga ik het ook echt goed doen. Dan gaat het echt zo strak en mooi eruit zien. En gewoon kabelmanagement perfect. Gewoon net weggewerkt dat je het niet eens kunt zien. Ja, ja. Moet je eigenlijk als je kan zien, een groot groen vierkant. Ik hoor het tot kan. Groot vierkant. Van groen. Vierkante poot? Nee, groen. Groen. Net als moederbord. Want daar hoef je kabel laten doen. Oh zo ja. Dat is ook wel vaat. Ja, dat zou ik nog wel kennen, ja. Ja, ik ga waarschijnlijk werken met van die IKEA tafels. Ja, ik heb heel veel gezien op internet en TikTok en zo, dat mensen ze echt aanpassen. Dat is echt top werken, die dingen. Ja, dus ik ben aan het kijken naar eentje die ik kan vinden die in hoogte verstelbaar is. Als je bij IKEA, heb je er IKEA heeft er een bureau voor 170 euro of zo. Maar dat is echt een ideaal bureau. Groot, kabelgrootte. Ja. Ja, 170 euro. Ja, ik wil dan eentje puur met hoogteverstelling, dat hij gewoon automatisch omhoog omlaag kan. Dat ik hem gewoon perfect de hoogte kan zetten één keer en dan nooit meer veranderen. Ja. Oh, dat ging je bijna. Bijna niet helemaal. Nou, we zijn er uit VR. Nee, dat lijkt alleen maar zo. Turn right. Moet er niet drinken en rijden, joh. Roken en rijden bedoel je? Ja, dat is weer. Dat is weer. Wat denk jij dan? Hoppa. Ja, dan ga ik de gaming setup helemaal bouwen. Hè. Dan wil ik expres ga ik dan zwarte schuim over mijn muren doen. Ja, het kluisje uitstappen. Ja. Want dan en ik ga in elke hoek van mijn plafond. Ga ik dan wel van die boxen doen van minimaal 500 watt. Dus 4 keer 500 watt van die boxjes in de hoek. En als ik dan aan het gamen ben of zo en ik ben met niemand in zo'n voice chat of zo. Dat ik echt gewoon surround sound systeem heb als ik een schietspel aan het doen ben of zo. Ja, en dan, ja, en dan gewoon de stem via de microfoon. Ik hoor je tot stem. Via headset. Ja. Ik zit aan het denken om ik weet nog niet hoe ik mijn headset ga doen. Ik wil wel zo'n microfoon die ik op mijn bureau kan vastmaken, zo'n losse. Ja, zelfs wijken. Dus ik wil even te kijken wat ik wil qua met geluid dat inkomt van een voice chat. Wil ik dat over mijn monitor hebben, over mijn boxen die naast mijn pc staan. Want ik ga ook van die kleine boxjes doen die naast mijn monitor staan, van die kleintjes gewoon. Go straight up. That's right. Dus dat zit ik nog even om te twijfelen, maar dat komt nog wel een keer. Ja, dan moet je rustig kijken, joh. Ja, ik ga sowieso beginnen als ik mijn huis heb, mijn andere huis, met de muren, de boxen, de tv en dan zo'n om de tv ga ik een kast inbouwen met allemaal gaming shit, poppetjes, stapels met allemaal games. Want ik heb ook nog mijn PlayStation 2 met alle spellen. Ja. En daar krijg ik er echt een stuk op 80 van.
Die ga ik allemaal mooi in die kast zetten dan. Ga ik echt een hele mooie sfeer erin maken. Ja, ik geef voor twee shops aan ook doen. En dan kan ik daarna kan ik gaan kijken. Nou ja, ik ga sowieso die box in het plafond doen en een grote subwoofer. Dan ging ik daarna kijken met mijn bureau van ja, oké, wat voor muismod ga ik doen? Ik heb voorlopig eigenlijk nog een QR-muismod die redelijk goed werkt. Dus totdat ik weet wat ik wil gaan doen qua ja, thema op mijn bureau, laag dat nog lekker, joh. Groot gelijk. Daar dan ga ik hem langs de rand bouwen. Daar nog even foto maken. Dat kan wel. Where it is, sugar. Oh, wil je die trailer? Dat is makkelijk. Wend. Mak, geef af in de kutplekken. Nee, ik moet recht vooruit en dan aan de rechterkant, dus ik moet helemaal achteruit gaan rijden. Ja, dan had ik dus gisteren tussen die twee gebouwen door. En dan een haakzoek. Oh, deze is al makkelijk. Je kan gewoon een U-bochtje maken, denk ik. Ja, dat lukt wel. U-bochtje en eens achteruit knallen. Ja, ik moet vanavond nog die video upload op YouTube van 25 gig. Ja, ik had gezien, ja. Even, ja, weet je, ik heb daar een intro en outro op gezet. Ben je nog wel even mee bezig? Ik ga daar gewoon naar buiten, want ik laat dat ik wel lekker aan staan. Van één nacht hier vind ik het niet zo erg. Zet maar 500 watt voeding in, hè? Ik weet niet eens hoeveel voeding ik heb. Denk ook rond die koers. Meer heb je nodig voor het zetten. Zou ook zomaar meer kunnen zijn, hoor. Die ga ik pre-build hier flikken er soms wat in. Denk je echt van, ja, wat moet je ermee? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Kijk, knop 4. Dan die. Laden, mooi. Even kijken waar we mooie foto's kunnen maken. Ja. Wacht eens even. Zo, nou, we kennen hem niet. Als we nou hier even naar de top gaan, die zien. Ik volg jou wel, gooi, ja, dan gooi ik hem wel naast, joh. Dan kan ik meteen even naar die garage in. Met mijn 8000 dagen. Maar geef toe, het is wel een vette combinatie. Het is een leuke combi. Ik had die van Blitzer die je had. Die DLC. Turn right. Aha. We zijn hier, gebruiken wij VLC als VTC, is goed. Oh, busje. Busje. Oh. 90% damage, alle lampen op mijn dashboard die branden. Ik zag je op de spiegel, echt zo lang. Zij gaat wacht. Gaat fout. Ja, joh, lijkt alleen maar. Gewoon doorrijden. Gewoon door blijven gassen. Waar wil je parkeren? Parkeerplaats. Ja, maak maar geen reet uit. Voel ik hem daar wanneer even dat mijn vrachtwagen uitval niet meer wil starten. Ja, we hadden laatst met die gozer die net in het chat typte. En met Lava. Die Lava was op een gegeven moment met zijn trailer aan. Kut. Oh, dat is wel leuk, ja. Oh, op een gegeven moment over de vangrail op de snelweg. Komt die gozer die was blijkbaar naar de winkel. En die had echt zoiets van was mijn trailer. Keep left. And then turn left. Ja, dat is turn left. Was handig. Even aankopen hier. Als we hier samen erin gaan, dan ga jij weg van mijn map. Dan zie ik jou niet meer. Is dat zo? Ja, ik ben al onzichtbaar jij. Zou niet moeten, want daar heb ik niet aanstaan. Eens kijken. Daar ben je wel. Ik ben naar 4 uur achter een U-bochtje aan het maken. Vraag me niet hoe, maar dat lukte. Kom jij terug in de Ja, nou zie ik jou wel. Nou, dan gaan we even naar de parkeerplaats, joh. Ik zie jou niet. Nou zie ik jou pas. En dan vatten we gewoon hier daar een de parkeerplaats. Ja, we hebben hier verderop een garage, die kan ook wel gebruiken, denk ik. Hoppa. Oh! 69% damage. Ja, jij hebt ook hier die verkeersopstelling. Motel. Hoppa. Dat is dan allemaal vrachtwagen, leuk voor het achtergrond. Even een U-bochtje.
Ga er even eens heen. Welcome to the hotel telephone. 71% damage. Jij bent erbij gekrost volgens mij. Ik gok het ook. Ja. Ik trouw hem maar achteruit. Ik zie hier niks op. Nou, parkeer jij maar, dan parkeer ik naast je. Jowe. Oh, dat is ook een botsingvrij gebied. Kijk alweer uit. Ik zit er echt achter jou. Hij wil hem er echt achteruit parkeren daar? Ja, is dat een beetje gaaf, een beetje schuin zo. Nou, knal jij beneden, gooi ik hem ernaast. Ja, dat is een paal. Ja, ik wou zeggen, knal al tegenaan, niet erlangs. Nou ga je het hebben hoor, motor defect. Nou, daar is die. Ik zat zoiets van alles goed joh, ik knedde me naast. Even doordouwen, hoppa. Oh, ik kan gewoon door jou heen gaan joh. Wacht even, dan zet ik hem wel even weg, want ziet het er natuurlijk niet uit. Zodat ze door elkaar heen gaan op die foto. Nee, dat moeten we niet hebben. In zijn achteruit hoor. De versnellingsbak is ook naar de kleren. Ja, het is echt wel gloeiend. Oh, ik heb mijn knipperlampjes aan staan. Nou, dat is ook lekker. Die gaan niet meer helpen. Gaat niet zo goed of wel. Hij staat, toch? Ik sta niet in jou, ik sta wel tegen jou, dat is een andere vrouw. Ja, houdt ook wel een thema aan staan. Handrem erop, nou, voilà, lampjes aan voor je. Is goed, we even. Motor defect, gloeiend. Is even naar het donker gaan. Heb je al je lampen aan staan? Nee, mijn vrachtwagen die knette net uit. Ik ben aan het gas geven zolang dat hij start. Ik heb nog te wachten tot hij start. Ja, nou staat hij aan. Ja? Ja, nou staan mijn lampjes aan. Even kijken. En nou is die uit. Gloeiende god, gloeiend. Waarom ram je dan ook alles? Toch leuk. Ja, dat klopt. Nou zo, nou blijft het goed is aanstaan. Fotostudio, fotomodus. Hij maakt een stuk foto's zo. Het is echt wel een verschil in lampen tussen die VO en mij. Maar zij heeft ook wel een schaduwje. Geen transition en strength en verwisseling. Voilà. Jij hebt best wel zitten. Wat zei je? Jij hebt op zich. Ja, op zich. Dat daarom wel jij zeg. Het is wel een beetje matkleur. Nou, de map. Ja, ik ken die map heel goed. Maar hoeveel lampjes heb ik nou? Ik heb er 1, 2. Ik heb er sowieso op boven 4. Even kijken, 5, 6, 8. Wacht even, als voeltje even starten, kan ik even alles tellen. Moet u wel starten.
Oké. Okay. Ik heb er in totaal 1, 2, 3, 4 koplampen normale. 5, 6 grote lampen in het midden daar, naast Scania. En dan, even kijken, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. En dan een stuk of 30 kleine lampjes of zo. Ik zal meteen de... Ga jij wel geen rondje meer, toch? Nou, ik denk dat ik wel uit. Dan klap ik er ook meteen uit, want ik word helemaal gek van die vrachtwagen die de hele tijd uit blijft knetteren. Dat kan ik me heel goed bij voorstellen. Hey, iedereen bedankt voor het kijken. En, tot de volgende stream.